De Nintendo Switch was nog maar net uit of de eerste klachten over de accucapaciteit kwamen al binnen. Tja, er zijn gamers die krijgen er gewoon geen genoeg van. En ik geef toe, het is ook wel heel verslavend. De jongens van Xstorm die hadden dit ook door, stuurden ons meteen een mailtje en zeiden van jongens, onze USB type C powerbanks die zijn gewoon compatible met die Nintendo Switch. Die kunnen voldoende stroom leveren. Wil je die eens een keertje gaan testen? We hebben gezegd van nou, stuur er maar eentje op. Dat is de Powerbank Discover 1700 mAh geworden. Dus echt een flinke accu, flink veel meer capaciteit dan de Nintendo Switch. En dat betekent dat je hem dus een paar keer kunt opladen. Maar ook dat je dus echt gewoon veel capaciteit hebt. Ook om bijvoorbeeld je laptop of je smartphone bij te laden. Een powerbank waar je dus echt alle kanten mee op kunt. Nou, we gaan eens even kijken wat erin zit. We hebben de Switch er alvast bijgelegd, want we willen natuurlijk weten of hij voldoende kracht kan leveren om hem op te laden. Want dat is natuurlijk ook nog wel even een dingetje om, naar te kijken. En meestal zit er al wat stroom in die powerbanks. Dus we gokken erop dat we dat meteen kunnen zien in deze unboxing review. Nou, doosje zelf. Netjes met een magneetje afgewerkt. Powerbank zien we meteen. Nou, het belangrijkste dingen. Compatible met eigenlijk alles met USB. Removable kabel, USB-C kabel, handleiding, 2 jaar garantie. Eigenlijk wat je moet weten. En ondersteuning voor Qualcomm Quick Charge 3. Dus dat is heel mooi als je een chipset hebt van Qualcomm in je smartphone. Die daarmee compatible is, dan wordt die extra snel opgeladen. En dat geeft ook goed vertrouwen voor wat de Switch zo meteen gaat doen. Heel handig. Op het transparante plastic wordt aangegeven waar de USB 3 C-port zit. Powerknopje, LED-indicatortje, rubberized design, removable charging cable. En 1700 mAh. Oftewel 17 ampère. Ik ga hem even lossnijden. Ik moet zeggen dat ik de verpakking al erg leuk vind gedaan door Xstorm. Het is natuurlijk een merk wat al heel lang in de markt is. Hier in Nederland, maar ook buiten onze landsgrenzen. We hebben hem hier. Voelt heel zacht aan. Heel mooi afgewerkt. Nette bedrukking ook. Hier hebben we een kabel. Bekleed met een nylon draadje. Stoffen labeltje. Nou, dat is nog steeds best wel in. Netjes, magnetisch. Heel netjes. Aan beide kanten zit een magneetje om zijn plek te houden. Ja, heel netjes gedaan. We hebben hier een USB output 1, USB output 2 met quick charge ondersteuning. En de inhoud die is op basis van USB-C. Ik vraag me alleen af. Want dit is micro USB. Dus ik vraag me een beetje af, waar is dan die USB-C kabel om USB-C apparaten op te laden? We gaan even verder kijken. Hier hebben we in ieder geval een USB-C kabel. Dat is mooi, maar die is flink lang. We hebben hier nog een micro USB kabel. Die is naar verhouding ook flink lang. En we hebben documentatie. Yes. Dus het was mooi geweest als Xstorm hier gewoon een USB-C kabel voor had geleverd natuurlijk. Dat je kunt zeggen van nou die eruit, USB-C erin, want met deze kan ik die nooit opladen. Wel zo, smartphones en dergelijke zonder USB-C. Maar ja, dit verslaat toch een beetje de gedachte achter waarom deze powerbank. Dan is het gewoon een powerbank met een meegeleverde USB-C kabel. Desalniettemin, als we toch eens even gaan kijken of we hem er al mee op kunnen laden. Ik gok toch dat hij een beetje leeg is. Heel mooi, statusled is mooi weggewerkt rondom die knop. Gaan we even aansluiten. Nou, als hij een kick geeft dat hij geladen wordt, dan is het al genoeg. Ja, hij geeft aan dat hij geladen kan worden, maar hij is al helemaal vol. Dus ja, hij werkt in ieder geval op de Nintendo Switch. Jammer is natuurlijk wel dat het kabeltje wat er eigenlijk standaard aan vast zit, dat het geen USB-C is. Terwijl de ingang weer wel USB-C is van deze Xstorm Powerbank. Dus ja, ik zou zeggen, Xstorm, denk nog even over na over wat voor een USB-C kabel je erbij doet. Wees gewoon verstandig en ga hem heel snel vervangen voor zo'n kabel, maar dan met USB-C. Stop ze er allebei bij, dan heb je als eindgebruiker gewoon de keuze.
Dus ja, klein minpuntje daar. Maar buiten dat, om de Nintendo Switch op te laden, is deze powerbank meer dan geschikt. Quick Charge 3 gaan we nog even testen. Zal ongetwijfeld werken. Hele goede toevoeging aan de powerbank. Alleen, ja, heel jammer van dat kabeltje. Dat is toch echt wel even een minpunt. Maar ja, als dat alles is, dan, is het, ja, dan kunnen we uiteindelijk hebben we nog niet heel veel te klagen. Dus wil je alles weten over deze Xtorm 1700mAh Powerbank? Check even de link onderaan de video. Die link die brengt je naar gadgetgear.nl en daar lees je alles over deze Powerbank.